Net als in Qatar kunnen de Formule 1 coureurs zich opmaken voor een heet weekend. Op het Circuit of the Americas in Austin gaat Max Verstappen op jacht naar de 50ste zege in de Formule 1 uit zijn carrière. We blikken vooruit op het weer voor de komende dagen. Tijdens de enige vrije training op vrijdag schommelt de temperatuur rond de 30 graden. Bij de kwalificatie later op vrijdag is de temperatuur opgelopen tot zo'n 34 graden. Er waait een lichte wind en de kans op regen is nihil. Op zaterdag is het tijd voor de sprint shootout en de sprint race. Tijdens de shootout is het nog iets frisser met 26 graden, maar later komt de temperatuur uit op 34 graden. Regen valt er opnieuw niet in Austin. Tijdens de racedag op zondag neemt de wind iets toe, maar veel impact zal dat niet hebben. Met 32 graden wordt het opnieuw heet en dus zal de bandenslijtage en de strategie weer een grote rol gaan spelen.